Hoi hoi allemaal, het is weer vrijdag. Kijk, deze beelden kunnen al schokkend worden ervaren. Muis, waar ben je? Kijk, hij is naar de kapper geweest. We hebben geen nieuwe hond. Het is Moos. Hè? Ja. Moos heeft zijn zomerkoep. Het is woensdagmiddag. Tenminste, bijna avond. Oh, wat ga je doen, Moos? Kijk, Moos die gaat even naar buiten kijken. Hè? Dankjewel. We zijn aan het tanken. Ik zal hem weer even omdraaien. Word je ook niet altijd vrolijk. We zijn aan het tanken. We gaan naar Maarhezen. Lekker lang weekend. Nou, jullie gaan het straks zien als we er zijn. Goedemorgen. Het is donderdagochtend. Moest even verzinnen. Koningsdag. Ik ben even Moos aan het uitlaten. Het zonnetje schijnt. Het was fris. Het was vanochtend in de camper 9 graden. We hadden gedacht van nou, we hoeven de kachel niet aan te doen. Maar was de bedoeling. We gaan dadelijk lekker even naar het dorp. Even kijken of dat er wat is. Nou is er wel wat. Maar ik bedoel of dat wij het wat vinden. Gisteren toen we aankwamen waren Gon en Rob er al. Die staan er al een paar dagen. En lekker gezellig met z'n allen koffie gedronken. Super. Nou, maar nou dan even motie doen. Het is mooi weer. Kijk, er ligt nieuw asfalt trouwens. Dat scheelt een stuk met geluid. Nou, ik ga die kleine even doen. En dan gaan we weer naar de koffie. Kijk, paardjes liggen nog lekker in het zonnetje. Moos heeft trouwens even zijn jasje aan. Want ja, heeft ze zijn dikke jas uit. Maar ja, met voorstaande grond is dat nou niet zo heel lekker, hè? Nou, ik heb weer al lang genoeg geluld. We gaan weer terug. Goedemorgen allemaal. Vandaag donderdag, Koningsdag. Iets over 9:30. Het beeld ging even verschuiven. Ik moest even op mijn klok kijken. Iets over 9:30. Kijk, heel de Santa Claus die wordt alweer buiten gezet. Hoi, ja prima. Is toch lekker weer? Ik ga even de fietsjes eraf halen. En dan gaan we eens eventjes naar het centrum hier rijden. Eens even kijken of we nog een paar kinderen op kunnen lichten. Heb die kleedjes? Nee hoor, we gaan wel erheen. Nee, even wachten. Nou mooi, ze hebben nog wat het een en ander veranderd. Dat informatiebord hebben jullie toen gezien. Er staan alle regeltjes. Alle dingetjes, dan ze langskomen. Als ze niet langskomen, dan de enveloppen zijn. En belangrijke noodnummers en dergelijke, en adressen. En dan hier is ook een kast neergezet. Kijk, een kast. Ik heb er zelf nog niet in gekeken. Maar ah, kijk eens even. Handgel. Ja, allemaal aan je fietsroutes, informatie, reservehonden, riem, noem het maar op. Hier heb je de enveloppen die je eventueel je geld in kan doen en in kan vullen als ze niet aanwezig zijn. Dus nou, mooi toch, zo'n kast. Ik zou als ik hem was nog grasmaaier erbij zet. De mensen dan niks te doen hebben, kunnen ze mooi gaan maaien. Nee, fantastisch joh. Heerlijk. Nou, ik ga even de fietsjes eraf halen. We zijn er bijna klaar voor. We gaan de fietsen starten. Accu's zijn weer opgeladen. We gaan naar Maarhezen toe. Even bij de voetbalvereniging of zoiets. Daar moet de vrijmarkt wezen. Gaan we daar eens kijken. Kijk, mooi campertje van Gon erop. Schitterend hoor. Kijk, trots op wezen. Mooi. Zo, onderweg. Op de fiets. Lekker op de fiets. Mooi weer. Klein beetje wind. Mocht de pret niet drukken, want zover is het geloof ik niet. Het is dadelijk naar rechts. En, zeker een kilometer fietsen. Zo.
prima stukje. Kilometer fiets. Ja, ja, ja. Hier bij de borden rechtsaf en dan zijn we er. Ja, oké. Hier heb je sportpark, maar dan zie ik alleen een springkussen en van die apen die gaan een beetje aan het voetballen zijn en zo. De jongens, meiden. Even kijken, want er moet ergens een vrijmarkt wezen. Misschien daarachter. Gaan we daar nog even verder naartoe. Volgens mij staan wij nu. We staan nu bij, zeg het eens even, sportpark de Romrijd of zoiets. We zijn bij de voetbal. Ja, ja, we gaan nog verder kijken, maar ja, we hebben Vrijmarkt. Daar zie je twee kleedjes. Ik weet het ook niet, we gaan nog even verder kijken. Volgens mij zitten we niet helemaal goed. Althans, we hopen dat we niet goed zitten. Anders is het toch niet veel. Maar het is lekker weer, we gaan even verder kijken. Ik denk dat dit het alleen maar gaat worden voor vandaag. Van die oranjebollen. Geen kraampje te verkennen hier, hoor. Helemaal niks. Geen tompoes meer over. Nee, ze hadden geen tompoes. Helemaal niet gehad. Ja, lekker handig. Maar goed, we gaan weer... Ik kan nog even bij de Jum kijken. Bij de Jum? Ja. Nou, oké. Okay. Oh. Oh. Bij de Jum? Ja. We gaan nog even bij de Jum kijken voor tompoes. Jammer, bij de bakker hadden ze ze niet. Alleen maar van die bollen. Oké. Okay. Nou, daar zijn we weer. Het is ondertussen al einde van de middag. Het is 5:30 geweest, 5:15. Zal ik lekker bakje wezen doen bij San en Ron. Daarna nog even een beetje gerommeld in de camper. En dan is het alweer 5:30. Ga nu even schoentjes aandoen. Gaan we even een stukje lopen met Moosie. Het zonnetje is, begint daardoor iets frisjes te worden. Maar het was wel hartstikke lekker, hè? Dat was super lekker, maar ja, nou inderdaad. Ja, nou, het is niet echt sluier, het is dikker op sluier. Ja. Maar hey. Kijk. En Moos. Ja, jongen, je hebt een snelkapsel. We gaan. Nee, schoenen aan. Ja, en dan gaan we. En voor de mensen trouwens, eventjes van vorige week. Was wel lachen zeker, hè? Wij met de fiets. Leedvermaken. Ja, we hebben een hoop reacties gelezen. Ja, leedvermaken is altijd goed, hè? Ja, maar ja, dat zouden we zelf ook hebben, hoor. Nou, dat hadden we ook achteraf, hè? Nou ja, ja. Ja, moment suprem ook. Ja, ik wel. Van die zuurstofflessen. Ja, jij, ja. Maar ik had het ook wel naar mijn zin. Maar ja, jullie hebben het ook naar je zin gehad. Maar ik hoop dat het dit weekend niet voorkomt, hoor. Laten dan maar andere floppers en bloepers tevoorschijn komen, maar niet met de fiets in de weiland vast. Wij zijn toch een en al bloeper? Ja, wij zijn een en al bloeper. Als wij het maar naar ons zin hebben. Kijk, hey. Hey. Mooie versie. Nieuwe versie. Zo, alsjeblieft. Hartstikke idee. Morgen even naar de kranentroep. Ja, morgen als het een beetje weer is, volgens mij is 's ochtends een beetje gaan regenen. Ja, maar het is alweer veranderd, geloof ik. Ah, dus, morgen gaan we in ieder geval naar Kranenbroek even. Wat we gaan doen, weet ik niet. Gewoon. Ja, dat is net als bij de Action. Hè? Het kost allemaal niks, maar bij de kassa schrikken jij de touwtjes. Ja, dus we gaan het meemaken, joh. Nou, we gaan even lopen. Zo, lekker even een stukje door de bos heen stiefelen. Het is lekker nou, hè? Zo, echt wel. Jij had het even een beetje fris, maar... Ha, nu niet meer, hè? Nee, ik zei niet... Moos, je vindt prima, wat er? Het is gewoon een beetje warm. Ja, dat is heerlijk. Ja, warm. Maar... Goede temperatuur om te lopen. Yep. Hoor de vogels is. Ja hoor.
Goedemorgen allemaal. We gaan ons klaarmaken. We gaan richting de Kranenbroek. Kranentrup. Het is 10 kilometer fietsen of zo. Ja, zoiets. Ja, nou, is prima te doen. Mooi. Nou, we gaan fietsen. Zo, we zijn er bijna. Zijn we hier gewoon aan het fietsen over het fietspad. En dan kijk ik zo daar het land in. Even mijn bril, hoor, want die is helemaal... Even kijken hoe ik dat doe. Hop. Zo, denk ik. Kijk daar het land in. Moet je zien. We gaan gewoon rijden. Hier, de auto's razen voorbij. En we lopen daar lekker een beetje te grazen, joh. Tof, hè? Mozi in de winkelwagen, we zijn weer klaar. We zijn er weer. Nou, we hebben het netjes gehouden, hè? Jawel. Eén tasje. Ja. Oh. Het begint alweer iets beter te worden qua weer. Het zonnetje is zijn best aan het doen. Je voelt het goed als je hier naar buiten loopt. Het is gewoon lekker. Nou, we gaan de spulletjes even in de fietstas zetten. Lekker, ik heb het gewoon warm. Ah ja, maar dat is bij jou de leeftijd. En bedankt, Dave. Kijk dan. Kijk, Moos hier eens even lief zitten. Moos, hier rij je ook mee vanavond. Dan even lekker happy eten. Nou, daar zitten we. Ik heb niet zo lang opgenomen, dus... Hoe heet het hier ook weer? Ik was het weer vergeten. Pirkensbos. Ja, dat was het. We hebben hier vaak gezeten. Prima teentje. En we gaan lekker eventjes wat eten. Het is zaterdagmorgen. Ja? Ja. Ja, het is zaterdagmorgen. Kijk, Moos heeft een nieuw kratje voor achter op zijn fietsie. Daar gisteren eventjes een... Een spiegel? Nou, nah, geen malle appie. We zijn even een spiegeltje wezen halen hier bij de fietsenzaak in Mezen. En toen zagen we ook het kratje, want dat mandje was helemaal aan bonken en dat zat scheef. En, ja, dit is een super fijn kratje. Is dat gewoon van... Ja, Basiel. Van Basiel. Mooi, en nu gaan we lekker met z'n viertjes naar Weert. Er schijnt markt te wezen, dus dan gaan we kijken. Het zonnetje probeert er doorheen te komen. Hij doet zijn best aan doen. Nou, we gaan. Fietstocht gehad. Hoeveel kilometer weet ik niet, maar we zijn in Weert. Stadje Weert. We gaan even lekker over de markt. Dan gaan we even lekker een beetje rondlopen en dan gaan we even kijken hoe of wat. Gezellig. Lekker gezellig druk. Kijk, mooie kerk daarboven. Misschien komen we daar nog wel wat dichterbij. Ook dit is Weert. Echt gezellig hier. We zijn hier nog nooit geweest. Hartstikke leuk. We gaan eerst even een pakketje afleveren en dan gaan we even serieus over de markt lopen. Leuk hoor. Kijk, hier staan we bij het klooster. Maria Wijngaard en Maria Hart. Kijk eens even. Even een stukje naar achteren, een beetje een smal straatje, maar dan hebben jullie een beetje een indruk van hoe wat. Ik kan niet verder uitzoomen. Schitterend, ziet er mooi uit. Ja, een torentje daarboven. Welke zussen zijn dit? De naaste zuster. Die staat erboven. Waar? Op de beide beeldjes. Bij Annie onderop. Ah ja. Ja, we hebben vandaag Wiki Sandra bij ons. Dus dat komt goed uit. We zijn nu binnen in de Sint-Martinuskerk in Weert.
schitterend mooi padje hoor, van de munt. Kijk eens even. Heel mooi. De inwendige mens moet ook verzorgd worden. Hè? Kijk, lekker op de kibbeling. Even lekker eten. Hartstikke leuk hier al in Weert. Leuke winkeltjes. Leuk padje. Ja, absoluut. We gaan even verder eten. We hebben de kibbeling weer op. We gaan nu weer langzaam richting Mezen. We stappen lekker op de fiets. Lekker even een stukje toeren. Ja joh. Hier eventjes gestopt. Hupkes IJs. Beste ijssalon van Nederland. Nou, we gaan meemaken. We gaan de test doen. Zo. Nou, jullie hadden gezien. We zijn bij de ijsboei. Moos zit... ben je Moos? Oh, daar. Moos zit te kijken. San en Ron zijn al even een kasteeltje gefietst met de ijsie. Kijk, en daar komt ons ijsje aan. Daar is ons ijsje. Lekker, wat heb jij? Stracciatelli en cookies. Cookies? Cookies? En cookies. En jij hebt, weet ik niet, mango en nog iets. Ah, oké, we gaan het zien. De oudste ijs... salon van Nederland. Nou, we gaan het meemaken. Kijk, van 2015. Van 2015 tot 2019. Nee, toen hadden ze de Gouden IJsspatel. Ja, 81 jaar of zo bestaat hij al. Ah. Nou, opa snapte het dan. 80 jaar. Nou, opa snapte het. Nou, we gaan snoepen. Kijk, ons plekje, tweede, stonden wij. Ja, je hoort het goed, daar stonden wij. Helemaal vol. En waar zijn we heen verhuisd? Kijk, privéplek. Nou, gaan we daar toch mooi staan. Heerlijk, lekker hoor. Terug van het fietsen. Nu gaan we even lekker een gebakje eten. Zaterdagavond. Ja. Het is hoe laat? Het is. Hij weet het. Jij weet het. Kwart voor acht. Beetje zonnetjes. Zonnetje heb je hier niet echt veel geschenen vandaag. Maar nee. Ja, en nou zijn wij het zonnetje. Dat scheelt ook natuurlijk. Tuurlijk. Wel een hele leuke dag gehad. Nou, wel een leuk stadje, hè? Ja, Weert. Ja. Ik al gezegd, leuk stadje. Gaan we volgende keer zeker weer heen. Ja. Gezellige markt, lekker visie. En ik denk dat we nog maar 2% hebben gezien van heel het stadje. Heel Weert, ja. Nu gaan we nog even lekker een stukje lopen. Moosje even uitlaten, lekker in de bossen kijken. Vanmiddag hadden we natuurlijk een kibbelingetje op. Ja. We alleen een kopje soep op en een broodje. Ja, we hebben niet geplaat. Nee. Dat gaat morgen gebeuren. Nee, als het goed is, morgen barbecue. Yes. Het is niet zo scherp, maar kijk, daar staat er een te kijken. Witte billen zie je, zijn kopje hier naartoe gedraaid. Ja, staat hier een te kijken. Ja. Oh. Kijk, zag je zijn oortjes? Kijk, staat er ook weer een. Sorry. Kijk, en je hoort hier dat geluid? Blaffende reeën, blaffende herten. Goed luisteren. Kom daar vandaan. Hoor je het? Wij hoorden het net ook al. Vandaar dat we het achterna gelopen zijn.
Goedemiddag allemaal, vandaag zondag. We gaan lekker even een stukje fietsen. Fietsjes staan al klaar, Natasja heeft een routetje uitgezet van een kilometer of 28. Ja. Dus we gaan lekker even fietsen. Mooi. Zeg, het is schitterend weer. Nou, gisteravond hebben jullie gezien, hè? Leuk man, die blaffende herten. Echt tof om dat mee te maken. Nou, we gaan wel kijken waar we terecht komen. Meusie, ga ik mee? Hé? Fietsje. En dan denk je, zo, wat is dat dan? Beetje het zonnetje, maar goed, het is niet anders. Maar dit is ter nagedachtenis aan slachtoffers van een vliegtuigcrash. Kijk. Die crash die was in 23 april 1944. Poeh. Ik krijg er nog bloemen bij. Dus vandaar dit. Zondagavond. Barbecue time. Vind je niet, Ron? Zeker. Het ziet er goed uit, zo, jongen. Zo, heerlijk. Lapjes vlees. We gaan lekker eten. We gaan genieten. Zonnetje. Ron heeft even windschermpje neergezet. Nou. Oh, pas op. Het haar waai voor je ogen. Het haar waai voor je ogen. Ah, nee, het is fantastisch. Hij is keurig gedaan. En zo. Heerlijk. We gaan eten. Eet smakelijk allemaal. Eet. Hoi hoi allemaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Maandag. 1:30 geweest. Maandag, we staan bij de stalling. We zijn geloosd. Ja, we hebben geloosd, we hebben weer gevuld. En we hebben een fantastisch weekend gehad. Ja, nou, weekend. Super. Vanaf woensdagavond. Nou wel, lekker hè. Zo, was heerlijk. Best te wennen hè. Ja, daar hier kan ik wel aan wennen hoor. Geen probleem. Jammer, je hond nog even. Leuke mensen ontmoeten op de camperplaats ook. Was leuk. Gezellig. Ja. Hadden we nieuws voor de rest? Nee, eigenlijk niet toch? Nee, wat goed mee gelukkig niet. Het enige wat we wilden weten is, we gaan natuurlijk best vaak naar dezelfde plekjes toe ook. Ja. En gaan we dan vloggen of gaan we niet vloggen? Ja, we hebben zoiets van, en dat is dan, weet ik van wat, Mahezen, noem het dan maar op. Ja, daar zijn we natuurlijk Groenendaal, al meer. Lidl. Ja, daar zijn we echt al veel vaker achter elkaar geweest. Ja. En net wat Natas zegt, gaan we dat nou vloggen of gaan we dat niet vloggen? Dat mogen jullie. Mogen jullie gaan zeggen? Ja. Wij hebben zoiets van, die mensen die worden dat zat, elke keer hetzelfde. Maar ja, goed. Ja, het zij zo dan. We horen het van jullie. Ja. En daarbij natuurlijk, je hebt ook wel weer iedere keer nieuwe volgers erbij. Dus ja, daarom. Ja, we horen het graag van jullie. Laat het weten. Wat. Yes. Nou, bedankt weer voor het kijken. En tot volgende week. Tot volgende week. Doei. Doei.